Holy shit, het is eindelijk zover. Team of the Year is uit. En dat betekent dat we natuurlijk een zieke pack opening gaan doen. Je hebt nu ook spelerskeuze. Dan kan je kiezen welke speler eventueel later nog een Team of the Year krijgt. Volgens mij werkt het zo. Ik gun het Salah wel, dus dan ga ik hem voor Salah. Maakt in principe niet heel veel uit. Ik krijg hem als één lane speler item. Maar waar het natuurlijk wel om gaat is Cristiano Ronaldo, Messi en Mbappé. Waarschijnlijk weten jullie dat wel. We gaan ziek voor packs openen. Ik heb nog wat pakketjes klaarstaan. En we gaan zoveel packs open in dit Team of the Year. En ik hoop echt dat ik er eentje mee te krijgen. Dat zou zo awesome zijn. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal een duimpje omhoog. 1000 likes zal mij heel erg blij maken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En deze pack opening wordt trouwens mede mogelijk gemaakt door Start Select. Via de website kan je natuurlijk zelf ook FIFA punten kopen voor elke console. Dat wil je natuurlijk met Team of the Year. Dus check het gewoon. Link zit in de beschrijving. En gebruik de code BOUS voor ook nog eens wat korting. Maar laten we gewoon niet te veel lullen verder. Laten we gaan maken. Gewoon meteen die packs gaan openen. We gaan nu trouwens niet alle FIFA punten opmaken deze pack opening. Wel heel veel, maar niet alles, want ik wil natuurlijk wel wat bewaren. We beginnen op zich redelijk, Rabiot. Weet je, dit zijn nog niet hele grote packs, dus in principe mag ik niet klagen bij een border. Maar ik hoop wel dat in deze pack opening in ieder geval één zieke bal kan krijgen. En het liefst natuurlijk een Team of the Year. Maar dat is zo verdomd lastig om een Team of the Year te krijgen. Dat is echt niet normaal. Dit discard, dit is toch niks waard. Want ik heb zeg maar nog nooit in FIFA één Team of the Year gepakt. Nog nooit. Terwijl dat ik al zo ontiegelijk lang FIFA speel. Dat is echt niet normaal. Ik speel echt al heel lang FIFA. Maar het volgende pakketje, Volant. Maar nee, daar word je niet heel blij van. Weet je, het maakt me niet uit als ik nu een paar slechte spelers krijg. Als ik zo meteen maar even een hele goede krijg. Daar gaat het me natuurlijk wel om. Dit sturen we naar de transfermarkt. En dan kijken we binnenkort wel of het wat waard is. Want ik heb daar nu niet zin in om al die spelers stuk voor stuk te checken. We zijn momenteel 55k packs. Daar hebben we er 5 van. En nog 25k packs. Ik ga sowieso al die 55k packs openen. En ook een aantal 25k packs. En dan bewaar ik de rest van mijn FIFA punten voor een eventuele volgende pack opening. En ondertussen loopt mijn konijn hier een beetje rond op mijn bureau. Ik kan hem eventjes aan jullie laten zien. En trouwens, we krijgen het zeker. Oh, 85! Die is hoger dan dat ik dacht. Kijk, ik laat mijn konijn wel even zien. Die zit hier gezellig mee te chillen terwijl dat ik een packopening aan het doen ben. Maar een Ziggo 85, ja, het is in ieder geval qua rating hoog. Maar voor de rest niet heel erg. Ik denk dat die namelijk niet heel veel waard is. Dat kunnen we natuurlijk eventjes checken. 6000 coins. Oké, okay, dat is toch nog meer dan dat ik daadwerkelijk dacht. Alles boven de 80 stuur ik gewoon naar de transfermarkt. En dit zijn natuurlijk wel ziek chille pakketjes. Vooral die contracten en teamcondities. Elke teamconditie is ook gewoon zo 1000-1500 coins waard. Dus dat is je meegenomen. Maar ja, ik kan ze natuurlijk beter zelf gebruiken voor als ik Weekend League of zo speel. Want dan gaan ze er echt knijterhard doorheen. Maar we gaan lekker door. Niet te veel lullen verder. Let's go! Come on! Come on, balkout! Laat er in ieder geval een keer een balkout in zitten. Nu helaas niet. Nou, als het dan alsnog een 85 rated is, heb ik alsnog niet heel veel te klagen. Nee, oh, wie is dit ook weer? Ja, dit is deze keer op 84. Ja, het is net geen 85, net iets minder. Maar ik denk dat deze 3000 coins waard is of zo. Val ga er niet van uit. Oh, we krijgen ook nog Fabregas. Dus wel twee redelijke 84 rated spelers. En trouwens, één zo'n pakketje is bijna net zo goed als een 50k pakketje. Want hoeveel spelers hebben we nu? Ik zal even vertellen. We hebben nu 11 verschillende spelers. En in een 50k pakketje krijg je normaal 12 natuurlijk. Maar hierbij krijg je ook nog allemaal contracten en shit. Dus daarom zijn dit wel eigenlijk hele chille pakketjes. Persoonlijk vind ik dit bijna wel de chillste packs. Na natuurlijk 100k packs of zo. Die vind ik dan net iets chiller. Maar dan heb je niet al die contracten en teamcondities. En die zijn zo chill meegenomen. Als je in je club vet veel van dat soort kaarten hebt. En nooit meer rekening mee hoeft te houden. Dat is gewoon heel fijn. Maar we gaan verder. Volgende pack. Weer geen walkout. Kom op, we moeten toch wel één walkout kunnen krijgen. Wat mag ik? We krijgen nu niet eens een border. Ja, dan word je niet heel gelukkig van. Roelie. Die heb ik denk ik echt al wel 1000 keer gepakt. Nou, dat is natuurlijk zwaar overdreven. Maar ik heb hem al heel vaak gepakt. En ik heb trouwens apart vandaag een mooi blauw shirt aangedaan. Ik dacht, weet je wat, dat geeft extra geluk voor Team of the Year. Ja, tot nu toe is dat nog niet echt het geval. Kan natuurlijk nog wel komen als we zo meteen in één keer een dikke speler krijgen. Het zal maar wat zijn als we zo meteen in één keer Team of the Year Messi pakken. Het zou echt heel baas zijn, maar het is lastig, maar ik ga ervoor strijden. We hebben nog twee van deze packs. Ik koop tussendoor even een aantal 25k pakketjes. Gewoon even ter afwisseling open ik hier even een paar van. Even kijken of we hier misschien iets meer packluck in hebben. Ik ga er niet van uit, want mijn packluck tot nu toe is nog niet heel goed. Maar ik wil in ieder geval één dikke speler krijgen in deze packopening.
eerder ga ik niet stoppen. Weet je, ik heb heel veel FIFA-punten. Ik wil ze niet allemaal opmaken, want de meeste wil ik bewaren voor als het hele Team of the Year uitkomt. Maar ik ga zeker wel wat gewoon opmaken. Nou, 25k pakketje nummertje 2. Volgens mij had ik hier trouwens een keertje gewoon een Messi uitgepakt. Uit zo'n 25k pakketje. Ik weet het trouwens niet helemaal zeker. Dus het is wel mogelijk om hier super goed uit te krijgen. Dat is natuurlijk altijd mogelijk. Uit een 5k pakketje kan je ook Messi krijgen. Maar die kans is wel heel mini klein. We krijgen in ieder geval wel een 84 rated border. Wat op zich wel redelijk is. Aangezien we maar 3 zeldzame spelers krijgen. Maar voor de rest niet echt iets. Dit allemaal naar de transfermarkt. En deze 2 discarden we. Dan open ik nog 1 25k pakketje. En hierna gaan we die laatste 2 55k packs openen. Maar we hebben nu in ieder geval Walcout. Dat is mooi. Gewoon. Oh, je hoopt zo echt dat er dan een blauwe speler in zit. Dit is Navas. Oké, nou als nog niks te klaren. Dan hebben we in ieder geval eindelijk wel de eerste Walcout van deze pack opening. Het is natuurlijk niet de beste walkout die je kan hebben. En ik heb hem al 2 keer eerder gepakt in deze FIFA. Dus het is de derde Navas die ik al pack. Maar ja, weet je, het is toch een walkout en dat is chill. En hij is toch iets meer dan 20.000 coins waard. Ja, weet je, niks over te klagen. Ik vind het dikke prima. Ik heb altijd het idee, als je dan een goede speler krijgt, dat die pack daarna eigenlijk bijna nooit goed is. Dus ik open eerst 2 25k pakketjes. En dan ga ik mijn 2 55k pakketten openen. En dan hoop ik dat ik op die manier, zeg maar, iets meer geluk heb in mijn 55k pakketjes. En mijn theorie klopte nu, want ik kreeg nu echt pure prutspelers. In ieder geval, mijn beste was absoluut niet al te best. En dit verder ook allemaal niet. En dan gaan we nog 1 25k pakketje openen. En daarna gaan we de 55k packs openen. Weet je, dat heb ik zo vaak. Dan krijg ik goede spelers en daarna gewoon meteen weer super shit spelers. Dus het is maar goed dat ik dit even heb gedaan. We krijgen nu wel een border. Rechts buiten. Dit is Malcolm. Op zich een redelijke speler. Ik denk alleen niet dat hij heel veel waard is. Maar ik sla hem wel gewoon lekker op in mijn club. En dan verkoop ik hem misschien binnenkort. En dan gaan we nu die 255k packs openen. Ik hoop dat mijn theorie heeft geholpen. En dat we nu in ieder geval een van deze 2 packs een walkout krijgen. En we krijgen er 1. Ik zei het toch, het helpt gewoon. Shit. Geen. Oh. What the fuck, dit is Lewandowski. Ik wou bijna gaan zeuren dat we geen blauwe speler kregen. Maar Lewandowski is al een hele zieke speler. Die hebben nog nooit gepakt in deze FIFA. Holy shit, 90 rated. Ik denk persoonlijk dat hij wel rond over de 100.000 coins gaat. In ieder geval, hij is niet heel snel. Dat is dan wel een nadeel, maar hij is wel gewoon 90 rated. Dus dat is wel heel ziek. We gaan kijken. Oh nee, toch niet. Hij gaat over de 50.000 coins. Dat is toch de helft minder. Oh, voor een 90 rated speler vind ik dat best goedkoop. Maar ja, dat komt gewoon puur door zijn pace. Als zijn pace ook net iets hoger was, was hij sowieso veel meer waard geweest. Maar het is wel even een hele chille speler om zo eventjes te packen. Daar heb ik niks over te klagen. Dit is wel even nice. Ik hoop dat we zo meteen nog even 1 zieke speler kunnen krijgen. En om daar deze packopening dan mee af te sluiten. Maar we hebben nog geen Team of the Year. En dat wil ik eigenlijk wel. Maar ja, hoe groot is die kans nou? Weet je, ik zie sommige YouTubers die gooien er echt duizenden euro's tegenaan. En zelfs die packen geen Team of the Year. Nou, ik wil niet duizenden euro's uitgeven. Ik wil wel een keertje 100, 200 euro uitgeven. Dat vind ik al hartstikke veel. Maar ik hoop dat ik dan ook gewoon een keertje iets supergoeds kan krijgen. Mijn volgende 55k pack. Nu helaas geen walkout. Ik kan misschien beter weer wat 25k packs kunnen openen. Want ik kon er eigenlijk inderdaad wel van uitgaan dat de volgende pack shit zou zijn. En dat is inderdaad ook het geval. Ik heb echt altijd het idee dat dat zo is. Slecht goed. En dat is nu ook gewoon weer het geval. Dit is echt heel slecht, man. What the fuck. Nou, dan waren dit 55k pakketjes. Dan hebben we nog een aantal 25k pakketjes over. Weet je wat? Ik open hier nog een paar van. Maximaal 5. En dan gaan we gewoon kijken of we nog kunnen afsluiten met de leuke spelen. Als ik een inform of een walkout krijg, dan wordt dat sowieso de laatste pack. Maar ik ga er maximaal nog 5 openen. En dan zie ik gewoon of we nog iets weten te krijgen. We krijgen nu niet eens een border. Ja, ik... Oh, yo, 79 als best spelen. We zijn niet heel gelukkig van. Maar ja, misschien als we nu weer een paar hele slechte packs krijgen, dat we zo meteen in één keer een ziek goede pack kunnen krijgen. Dat zou echt nice zijn. Nou, volgend pakketje. Let's go. Wat gaan we nu krijgen? Nou, geen zwarte ondergrond. Geen achtergrond ondergrond, moet ik zeggen. Spanje Centraal Midden. Wie is dit? Cazorla. Die was ooit volgens mij 85 rated of zo. 1, 2 FIFA's geleden. Maar ondertussen niet meer. Dus nu ben ik niet heel blij dat ik hem krijg. Oh shit, ik stuurde alles super snel op naar mijn club. Nou ja, boeit niet. Dan zijn ze in ieder geval opgeslagen. Dan hoef ik daar ook niet meer naar om te kijken. Volgende pack, weer even al koud. Come on, what the fuck. Mijn packluck is misschien nu wel een beetje voorbij. Het is in ieder geval super sick dat we Lewandowski hebben gepackt. Dat is natuurlijk wel echt een zieke walkout.
Ja, maar het is natuurlijk niet de speler waar ik naar op zoek ben. Maar we gaan natuurlijk nog ziek grote pack openingen doen. En ik hoop dat ik dan in een van die pack openingen dan gewoon in één keer een Team of the Year krijg. Team of the Year van Dijk, dat zou ook ziekelijk baas zijn. Maar ik open nog maximaal 2 van deze pakketjes. En dan wordt dat het eind van deze pack opening. Heb ik denk ik over 100 euro uitgegeven. Ik heb het niet helemaal bijgehouden, maar wel in ieder geval heel veel geld. En dan hebben we niet iets extreems goed gekregen. Ja, Lewandowski is wel extreem goed, maar niet dus een Team of the Year. En weet je, als ik deze Team of the Year pack opening ook nog een keer een icon weet te packen, gewoon in deze hele Team of the Year, dan ben ik in principe ook wel tevreden. Weet je, een icon of een Team of the Year? Eén van die twee wil ik packen, want die beide heb ik nog nooit gepackt in FIFA. Terwijl dat ik echt al duizenden euro's heb uitgegeven, dat is echt niet normaal. Nou, dan wordt dit het laatste pakketje. Dan heb ik in totaal 10 25k pakketjes geopend. Alle 55k pakketjes, plus ook nog die een paar gratis packs die ik heb gekregen met Squad Builder Challenges. We krijgen tot slot nog Giroud. Dat is een redelijk speler. Voor Squad Builder Challenges is hij wel ideaal. Want hij komt natuurlijk uit de Premier League. Is een Franse speler. Daardoor linkt hij gewoon goed. Maar daardoor is hij niet iets waard. Dat is dan wel een beetje jammer. Maar dan laat ik het hierbij gewoon voor deze pack opening. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk allemaal niet van zand een duimpje omhoog achter te laten. Als je dat nog niet hebt gedaan. Weet je, bij de 2000 likes op deze video. Dan voel ik het gewoon dat ik volgende pack opening wel een Team of the Year ga packen. Ik hoop het echt. Ik ga er echt voor strijden. Maar dan heb ik eigenlijk tot slot nog mijn ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!